Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Stem jij op een kandidaat van de ene kant? Denk je eerder zoals een partij aan de andere kant? Of heb je nog geen idee voor wie je gaat stemmen? Het Nieuwsblad houdt de vinger aan de pols tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Want dankzij ons weet je wat er leeft in jouw buurt. Zo weet je nog beter of je straks links, rechts of ergens in het centrum gaat stemmen. Lees nu met 50% korting op nieuwsblad.be/actie. Kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden. Dag Ewout, alles goed? Alles prima, Christophe, maar je bent zo aan het glunderen vandaag. Ja, want ik ben in de rush van ons derde seizoen, in de vorige aflevering, iets vergeten te zeggen. Hè. Iets dat eigenlijk in het script stond, maar dat we zijn overgegaan. Nu gaat het komen. Ja. Want wat heeft meneer De Vrek hier echt over mij gedaan afgelopen zomer? Oh nee. Ja, maar ja, wat heb je gedaan? Op luxe cruise geweest, hè? Christophe, ik kan dat allemaal uitleggen. Laat het mij allemaal uitleggen. Hoeveel kostte dat? 4.000 euro de man. 4.000 euro de man. En je bent met twee geweest, hè? Ja, Christophe, ja, maar ik zeg het, ik kan dat uitleggen. Dat zijn we niet beschaamd? We moeten onze luisteraars nu niet van u denken. Niet van ons, maar van u, hè? Ik kan dat uitleggen, Christophe. Laten we gewoon beginnen met de aflevering misschien. Allee dan, Bert, start een intro. Vanuit de kelders van het Nieuwsblad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De banken, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat moet niet op factuur zijn. We regelen dat. Hoe zal de ontoereiken? Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Op cruise, zegt, kan niet op. En je had dan twee tickets en je denkt dan niet aan uw goede vriend en collega Christophe van, ik ga die meepakken. Nee. Als ik kan kiezen tussen Emma en Christophe, dan is de keuze erop gemaakt, Christophe. Ja, oké, fair enough. Je moet mij niet onderbreken, je hebt me toch toiletrollen meegebracht. Dat is toch het minste wat je kunt doen? Is dat denken? Maar nee, als ik aan u dacht, dat sloeg direct op mijn darmen. Dus ik heb dat gewoon zelf nodig gehad, die toiletrollen. Maar de housekeeping heeft zijn werk gehad eigenlijk. Laat het mij even uitleggen, voordat de mensen echt denken van ik zit hier met een bedrieger, een charlatan, vrek. Dat is helemaal niet waar. Er worden hier op de redactie regelmatig persreisjes uitgedeeld. En de bedoeling is dat je daar dan een reisreportage voor schrijft voor de weekendbijlage van de krant. Dat was hier ook het geval, dus ik heb daar niet voor moeten betalen. Ik moet daar wel nog een artikel over schrijven. Maar dat was dus een dat zal toch wel een cadeautje. Een serieus groot artikel zijn, neem ik dat, aan. Ja, dat is bijna af, maar dat wordt een lijvig artikel. Maar ik ben wel inderdaad gratis een week op luxe cruise kunnen gaan naar de Griekse eilanden. Trouwens geen sponsor, maar Seabourn, als je dit hoort, ik wil nog eens mee. Dus je moogt altijd sponsoren. Hè? Seabourn heet die. Ik ga die ook een keer bellen. Ik wil dat ook wel een keer doen. Ik weet niet of ze u na al die avonturen in Alania nog toelaten. Dat kan. Was het eigenlijk even goed als in Alania? Jawel, het contrast met ons en al in. Het kon niet groter zijn, Christophe. Ja, serieus? Dat was, ja, echt niet normaal. Dat is waanzin. Een kajuit met balkon, champagne, cocktails, caviar, volonté. Ook een hele sympathieke kapitein. En dat bleek een Vlaming te zijn. Acten en dag. Ah, serieus? Een Vlaming? Ja, Captain Joris. Joris. Ja. Ah ja, dat is gelijk onze chef publishing hier eigenlijk. Die net ook, joh. Ja, maar die is niet zo sympathiek, hè. Ah, oké. Okay. Nee. Mens moet wel mijn facturen goedkeuren, dus dat gaan we achteraf nog moeten kijken. Ja, oké. Okay. Bert gaat dat regelen. Maar dat was een Antwerpenaar. Heel sympathieke knul. We zijn daar eens een avond mee mogen gaan eten. Heeft heel zijn levensverhaal verteld. Maar het beste van al, op een onbewaakt moment, zo ergens tussen het hoofdgerecht en het nagerecht, heb ik gewoon die gsm van die Joris gewoon even bij mij genomen. Ik heb Spotify geopend. Gepikt eigenlijk. Ik ben naar vrolijke vrek gegaan en ik heb op volgen geklikt. Dus we hebben een abonnee erbij. Die mens is misschien nu aan het luisteren. Die is nu aan het luisteren. Meer nog, het is onze eerste luisteraar op internationale wateren. Boy. That escalated quickly. Maar Christophe, als vrek op luxe cruise gaan, je kunt er nu wel iets tegen hebben, maar het is nog altijd beter dan wat jij afgelopen week gepresteerd hebt. Hè? Hoezo? Ja, vertel het nu maar. Je hebt iets thuis laten leveren en het was een keer geen Tinder-date. Nee. Deze was vers. Nee, ik heb voor de eerste keer in mijn leven een maaltijdbox laten leveren. Ja, disclaimer, eerlijk is eerlijk. Christophe heeft dat gedaan omdat we deze week de ultieme test willen doen. En hij gaat dat bonnetje uiteraard binnenbrengen.
Maar om dat uit te leggen, waarom dat we die test gaan doen, moeten we even terug naar enkele maanden geleden. Want het was woensdag 11 mei 2022, 17.34 uur 's avonds en mijn telefoon rinkelde. Hallo, met Ewout. Hey, Ewout. Bert hier. Ça va? Stoor ik? Ewout, ik heb echt een geniaal idee voor een nieuwe aflevering. Echt, dat is top. Vertel maar. Wel, je weet dat ik nu sinds kort zo'n maaltijdboxen thuis laat leveren, hè? Ja. Wel, ik spaar er echt keiveel geld mee uit. Ik Van die boxen die dat ongeveer 50 euro per box kosten, voor een paar simpele maaltijden met ingrediënten dat je evengoed in de supermarkt kunt gaan kopen, daar spaar je geld mee uit. Ja, ik doe veel minder op in de supermarkt nu. Ik ben er zeker van. Wacht, maar je gaat nog altijd naar de supermarkt waar je dus net zo goed de ingrediënten kunt kopen van die paar simpele maaltijden in die een box van ongeveer 50 euro. Ja, maar gewoon wat minder naar de supermarkt. Allee, Ewout, dat is gewoon een keigoeie aflevering. Maar echt goede besparingstrucs van mij. Wacht, Bert, ik ga je net een tunnel in. Ik moet Ja, Christophe, ik heb het nog een paar maanden kunnen uitstellen, maar deze aflevering moest en zou er komen, want Bert beweert dus dat hij geld bespaart door elke week een maaltijdbox te laten leveren. En dat kan er bij mij niet in. Ja, jongens, toch is het zo, denk ik. Ja, denkt hij. Ja, vertel eens. En je weet als hij gaat denken. Ja, maar nee, maar het is effectief zo. Allee, als ik nu zo alleen een box laat leveren, dan komt gewoon het eten voor een hele week toe in zo'n kartonnen doos. En dan kom ik enkel die box. En als ik door de supermarkt wandel, dan laat ik mij verleiden door van alles en nog wat. En dan kom ik thuis met een gigantische kar en met veel meer geld uit mijn portefeuille. Oh. Ja, dus, allee, puur gevoelsmatig. Ja, gevoelsmatig. Dus je hebt een gevoelsmatige box nodig van 50 euro. Puur en alleen om je eigen in toom te houden, zodat je niet meer koopt in de winkel. Heb je karakter, hè. Omdat je geen discipline hebt als het om supermarkt aankopen gaat. Wel een schone kartonnen doos. Ja, ja, dat is waar. Dan kun je niet gaan wonen binnenkort als je je energierekening niet betaald krijgt. Jongens, toch, maar dat is toch echt iets wat wij als Schrekken niet kennen. Hè? Ik bedoel, wij hebben zelfcontrole, wij houden ons van nature in als het om aankopen gaat. Als het om aankopen gaat. Ja. Maar een ander argument dat vaak gegeven wordt met die maaltijdboxen, het is goed voor het milieu, want je gaat voedselverspilling tegen. Je neemt mij de woorden uit de mond. Nee, mannetjes, dat vind ik toch ook maar raar. Hè? Alsof dat je, als je gehakt in de supermarkt koopt, dat je dat alleen maar per kilo moet kopen en dat je altijd de rest moet wegsmijten. Of als je rijst nodig hebt, dat je 100 gram uit dat pak haalt en dan die 900 gram van dat pak van een kilo gewoon wegsmijt. Nee, je zet dat in de kast en je houdt dat bij voor de volgende keer. Tuurlijk, dat zou zonde zijn ook, want wij kopen onze rijst en zoveel andere dingen in de Lidl, waar dat alles van topkwaliteit is. Ik zou het niet over mijn hart krijgen om dat weg te smijten. Dat moet al een begrafenis gaan houden voor je pak rijst. Het is dat. Nee, maar over ecologie gesproken, je moet sowieso elke week nog naar de winkel voor al je andere aankopen. Dus dat rietje met dat busje van HelloFresh komt daar nog eens bij. Dus eigenlijk zijn er meer aan het verbruiken. Ja, tuurlijk. Ja, maar die rijden niet alleen naar mij. Hè. Die rijden... Ja, dat doet er niet toe. Hè. Die moet ook naar u rijden. Maar weet je wat ik me afvraag? Weten jullie eigenlijk waarover dat je praat? Hebben we het ooit al gedaan? Ah, wel, we hebben het voor deze aflevering gedaan. Christophe heeft het getest. Maar Christophe, zit jij nu op de site van HelloFresh? Ja, ik ben nog een keer gaan kijken naar de site. Wel, als je dat hier open doet, lees ik goed voor jou, je portemonnee en de planeet. Amai, daar heeft de marketing wel goed voor kunnen factureren, denk ik. Nu, de planeet, dat hebben we al gedebunked, dat slaat nergens op. Uw portemonnee, dat gaan we zelfs berekenen. Maar een argument waar ik wel kan inkomen, goed voor jou. Want ik heb het dus zelf getest en... Ik heb in 3 dagen gevarieerder gegeten dan de afgelopen 3 jaar. Nu, dat kan ook gewoon aan mij liggen. Dat is misschien de testpersoon inderdaad. Ja. Of aan het feit dat ik pas recent al mijn verse groenten en fruit in de Lidl ga halen. Ja, vroeger deed ik dat niet. Dan had ik wel ongezonder. Maar nu ik dat aanbod daar heb ontdekt van die fantastische supermarktketen die heel toevallig onze sponsor is. Ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Ja, ik snap het. Gevarieerder eten, dat is een keigoed argument voor maaltijdboxen. Maar ook daar ga ik straks toch een kleine kanttekening bij moeten maken, Christophe. Maar eerst moeten we er even uit voor onze geliefde rubriek. Aha. Ja, je hebt met daar straks exposed als cruiseganger. Ja. We gaan het ook hebben over cruise, maar dan over cruise control. Want ik heb een bericht gekregen van Ken. En Ken die heeft via Instagram een heel goede tip gegeven.
Als je met de auto op cruise control rijdt, kan je gemakkelijk 50 tot 100 kilometer extra rijden met dezelfde volle tank. Als je weet dat het ongeveer 1 euro kost aan benzine of diesel om 10 kilometer te kunnen rijden, spaar je op die manier gemakkelijk 5 à 10 euro uit per tankbeurt. En PS zegt er dan ook bij, op deze manier vermijd je ook ongewenste boetes. Wink, wink, Christophe. Had jij onlangs niet een paar... ongewenste brieven in de... Ik heb zoveel verkeersboetes in mijn brievenbus gekregen op een paar dagen tijd. Ja, we gaan daar niet lacherig over doen, want dat is serious materie. Maar wat was er aan de hand? Oh ja, dat is gewoon een trajectcontrole vlak bij mij thuis dat pas in gang is gezet. En over een hele kleine afstand. En oei. Ja, kijk, van het moment dat je er een klein beetje over zit... Een duur weekje. Dus vanaf nu, dank u. Ken was het, hè? Ik ga mijn cruise control opzetten. Dankjewel, Ken. Als je zelf een geniale bespaartip hebt, stuur die vooral door naar podcast@vrolijkevrekken.be of via onze Instagram direct messages @vrolijkevrekken. Of je kunt ook gewoon zelf niet rijden, je supermarktboodschappen laten leveren en geen kans op boetes. Ik zeg het maar. Ik laat ze niet leveren en ik heb nog nooit een boete gehad. Dus. Het was toch de afspraak dat we die microfoon na dat telefoongesprek gingen afpakken. Ik zit aan de knopjes, hè, jongens. Ja. Christophe, je weet, we zijn gedreven onderzoeksjournalisten, dus we zijn hier niet licht overgegaan. We hebben dat echt uitgebreid getest en berekend. Jij bent de man die zijn kinderen voedt met goedkope schorseneren uit een bokaal. Wow, goedkoop, maar voedzaam, want ze komen uit de Lidl. Oké. Je hebt vorige week een maaltijdbox laten leveren. Van welk merk, mogen we dat zeggen? Tuurlijk mogen we dat zeggen. Ik ben voor de bekendste gegaan, hè. HelloFresh. Ah ja, en hoeveel heb je dan betaald? Ja, ik heb eigenlijk zo'n introductieprijs betaald, maar dat vond ik niet zo fair, want dat is toch maar één keer enzovoort. We doen zonder korting. Ja, we slaan die korting even over. Ik heb een box met 3 maaltijden voor telkens 3 personen laten leveren. En dat kostte mij, zonder promoties, inclusief thuisbezorging, 58,99 euro. Ja, afgerond 59 euro voor 9 maaltijden. Ja. 3 verschillende recepten dus, 3 porties per recept, komt neer op 6,55 euro per portie, thuisgeleverd. Welke gerechten had je gekozen, Christophe? Ben je wel benieuwd naar? Maar ik ben sowieso naar snel en makkelijk gegaan. Hè, want tuurlijk. Ja. Wacht, wat is het hier? Parelcouscous met zoete aardappel en feta. Naanburger met uienchutney. En een tostada met gekruid kippengehakt. Ik neem aan dat je meteen de vandalen bent gaan halen om 95% van die woorden op te zoeken. Alles behalve met en. Ja, maar dat is toch wel even. Wat is dat hier allemaal? Couscous, feta, aardappelen. Wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Dat hele concept van die wereldkeuken, dat is volledig uit de hand ontlopen. Hè. Ik herinner mij wel, Christophe, uw enthousiasme toen je dat WhatsAppend naar mij aan het maken waart. Ik sta hier in de keuken met een kartonnen doos. En ik ben benieuwd of wat er straks gaat uitkomen, op mijn bord gaat liggen, of dat eetbaar gaat zijn. Ja, en dan nog eetbaar voor mij of voor mijn hond. Ik heb je nog nooit zo enthousiast en dan zeker in combinatie met de keuken. Vertel eens. Ja, dat is waar. Ik geef het eerlijk toe. Trouwens, luisteraars weten het. Ik koop amper. En als ik kook, dan is het slecht enzovoort. Als de gemiddelde mens eet zoals ik, dan ligt hij onder de grond op zijn 50ste, denk ik. Maar dat ging vlot en dat was lekker. Ja. Dat was echt voor een leek als ik. Dat ging echt heel vlot, dus ik was er heel aangenaam door verrast. Oké, okay, Christophe, zelf ben ik naar de supermarkt getrokken, meer bepaald de Lidl van Zemst. Mo, dat is toevallig. Ja, jij bent voor HelloFresh gegaan. Ik kwam naar binnen en ik dacht, hallo, vers. Dus ja. Ik heb daar dezelfde receptenkaartjes van jou meegenomen. Daarop staan ook telkens alle ingrediënten voor 3 personen dan. Ik heb die allemaal gekocht of zo goed mogelijk proberen hetzelfde te kopen. En dan ben ik beginnen koken. Oké, ik ben nu de worteltjes aan het snijden. Ik ga een gerechtje maken van HelloFresh. Het is te zeggen, een gerechtje dat ik uiteraard zelf heb bijeengeshopt. En waarvan ik het recept heb afgedrukt op de site van die bekende maaltijdboxbezorger. De wortels die moeten samen met de zoete aardappel en de ajuin en de champignons op een bakplaat. En dan gaan we even kijken. Oven is zo goed als warm. Dan moet daar nog een gutske olijfolie over. Ik heb keigoeie olijfolie van mijn schoonmoeder gekregen.
Zo. Even door elkaar husselen. En dan mag dat volgens mij de oven in. Voilà. Timer zetten. Op hoop van zegen, hè. Ja, en dan... Eerst wat ik gedaan heb, is mijn Excel opengetwierd. Excel? Ja, ik heb ook een Excel. Ik heb daar alle ingrediënten opgelijst. Ik heb de prijs ernaast gezet. En om zo de prijs goed te kunnen vergelijken, heb ik wel een paar vuistregels gehanteerd. Ten eerste, voor zo speciale zaken die dat je niet snel koopt of die dat snel vervallen, heb ik de volle pot aangerekend. Dat vond ik maar eerlijk. Wat zat er daarbij? Mini-komkommers. Dat is zoiets... Ja. Oké, je kan dan nog wel, je gaat dat uiteraard nog leeg eten, dat potje, maar het is niet dat ik dat nog in een ander gerecht ga gebruiken. Dus daar heb ik de volle pot, een emmertje aangerekend, waar dat jij eigenlijk maar anderhalve mini-komkommer nodig had. Ja, herinner ik mij uit het recept. Ten tweede, als ik iets niet meteen vond, hoewel dat Lidl natuurlijk een fantastisch assortiment heeft, maar als ik zelf uit vreedachtigheid iets je zult het niet meteen... Je zult het niet goed gezocht hebben, want in Lidl is werkelijk alles. Ja, voilà. Dan heb ik het product gekozen dat er het meest op leek. Bijvoorbeeld een groen pepertje in het recept is een rood pepertje geworden. En paalkoeskoes, dat is een gewone koeskoes geworden. Maar dan heb ik wel strafpunten, heb ik de prijs gewoon dubbel geteld. Dat is eerlijk. Ja. En dan ten derde heb ik gewoon voor de kruiden een forfait van een halve euro per recept aangerekend. Dat vond ik ook... Allee, ja, ik heb heel veel kruiden staan thuis onder allemaal nieuwe potjes. Dat is ook niet echt ecologisch. Je ziet drie vuistregels, want ik ben een eerlijke mens, Christophe. Ja. Ik denk dat menig klantendienst daar een andere mening over heeft, maar goed... To the point, hoeveel heeft u dat eigenlijk allemaal gekost in de fantastische Lidl? Ja, ik heb hier Excel staan. Ik heb dat opgelijst, mooi in Excel. Geeft een totaal van... 31,26 euro. Ja, hallo. Dus HelloFresh komt 89% duurder uit dan gewoon de supermarkt. Nee, maar daar verschiet ik van. Nee, serieus, daar verschiet ik van. Ik wist ook wel dat het gaat sowieso goedkoper zijn, want er zitten heel veel partijen die nog moeten betaald worden. Ze hebben personeelskosten, leveringskosten. Maar gewoon met een eerste reflex, toen ik dat opdeed, en ja, akkoord, ik weet niet zo goed wat dat al ingrediënten standaard kosten, maar mijn eerste reflex was al, hoe kunnen ze dat nu zo goedkoop maken? Ja, dat zal dan zijn door de grote massa dat ze dat inkopen enzovoort. Maar ook die porties zijn groot, hè? Ja, maar dat heb ik ook gemerkt, want ik heb eigenlijk exact dezelfde hoeveelheden gepakt als interesse. Maar dan nog heb je eigenlijk... Ja, eigenlijk. Het is voor drie, maar het is voor vijf man of voor zes man. Ja, het is echt veel. Maar je betaalt dus 89% meer gewoon omdat iemand anders je boodschappen doet. Hè? En omdat die boodschappen ook thuis levert. Maar ook voor die recepten, hè? Want die zijn super gebruiksvriendelijk. Allee, als ik een kookboek opensla, raak ik er niet wijs uit. Maar als ik die kaartjes van HelloFresh gebruik... Allee, als zelfs ik het kan, dan zijn we ver gekomen. Hè? Dan hebben ze echt wel iedereen bereikt. Dat is waar, maar langs de andere kant, die recepten, ze bieden die gewoon gratis aan op hun site. Samen met de volledige ingrediëntenlijst. Dus ja, waarom zouden die niet gewoon downloaden, afdrukken en daarmee naar de supermarkt gaan? Ja, zwaar. Was het trouwens lekker bij u? Want dat heb ik nog niet gevraagd. Ja, ik vond het echt heel lekker. En je zou nog zeggen van ja, wat kent Christophe daarvan? Die zijn smaak wel veel. Inderdaad, dat zou ik zeggen. Ja. Die zijn volledig geïndoctrineerd. Maar nee, ik vond het echt heel lekker. En ik heb het ook door een stuk of vijf, zes andere mensen doorheen de week laten proeven. Heb je echt een testpanel laten komen? Ja. Dus dat brengt mensen bij elkaar, zo'n maaltijdbox. Maar echt, zonder zeveren, iedereen voelt het echt heel lekker. En, ze hebben natuurlijk... Ik had echt zo'n ze beetje... Ze zijn Sannes gewoon ten huize, Christophe. Nu, ik vond het ook eigenlijk... Allee, ik heb dan de eigen versie gemaakt vanuit de supermarkt. Ik vond het ook heerlijk. Ik had zaterdag volk over de vloer, dus ik heb gewoon twee van die gerechtjes samen op tafel gezet. De couscous en de tostadas. Ja, die vielen keigoed in de smaak. Er zaten ook kinderen bij, dus die vonden dat waren van die mini-pizzatjes eigenlijk. Hè. Die vonden dat ook super lekker. Nee, echt lekker. Ik moet zeggen dat ik de receptenkaarten misschien ga bijhouden ook, die ik dus afgedrukt heb, om nog een keer te maken. Maar eigenlijk, de clue van het verhaal is... Druk gewoon die recepten van HelloFresh af. Ga ermee naar de winkel. Laat het nu toevallig een Lidl zijn. En koop gewoon alles zelf. Dat zou je kunnen doen, Christophe. Maar dan was ik eens aan het nadenken en ik heb een geniaal businessidee ontdekt. Voilà. Kijk, stel nu, daar gaat de markt voor zijn. Houd u klaar, hè, want ik ga het uitleggen. Ja. Beeld u in dat je al die recepten niet online zou moeten zoeken, maar dat die op voorhand afgedrukt zijn. Ja. Met ingrediënten erbij en een stap-voor-stap-plan. En dat we die zouden samenbinden
tot een soort van bundel. En we noemen dat dan een kookboek of zoiets. Maar jongen, zou het dan niet zijn? Dat is nu het domste idee dat ik nu al ooit gehoord heb. Maar allee, hoe komt het er nu op? Dat zou nu toch echt hetzelfde zijn als alle artikels van nieuwsblad.be afdrukken en die bundel in een soort van, ja, hoe zal ik het zeggen, gazet. Allee, dat kan toch niet? Dat gaat niemand toch kopen? Dat kan toch niet? Wat gaat ons Karen daarvan zeggen? Ja, Christophe, want ik heb de kwestie maaltijdboxen ook eens bij jouw buurvrouw Karen gelegd. Zeer kritische buurvrouw Karen. En zij had het volgende te zeggen. Maaltijdboxen, ik had tot op een bepaald moment 3 verschillende abonnementen lopen. Het is altijd zo'n gedoe om dat op te zeggen, dus heeft Mastercard dat voor mij gedaan. Nu ga ik gewoon bij de buren eten, die porties zijn toch groot genoeg. Ja, we zeiden het al, Christophe, die porties zijn wel heel afgemeten. Maar de dag dat Karen bij mij komt eten. Trouwens. Oh, bij Marie in haar jacuzzi? Ja, maar trouwens, die proefperiode is toch al afgelopen. Dus als ze bij mij thuis komt eten, is het weer avermout en yoghurt. Ja, okay. En een schelletje nesp. Maar over buren gesproken, brengt me wel bij het punt. Bij mij, de buren, echt waar, ik ben echt omsingeld door HelloFreshers. Ik zag dat. Ja. Omdat die kerel... Ja, je ziet die zo maandagavond overal stoppen, hè? Ah, wel, ja, voilà. En die kerel die stopte ook al direct bij mij de tweede week. Die was al helemaal ervan overtuigd dat ik overtuigd was. Ja. Dus ik stond daar van, een doos voor u? Nee, ik heb het al opgezegd. Ja, zeg dat niet meer. Ja, nee. Dan kun je gaan brassen met de buren. Maar een idee. Als je dan toch HelloFresh en je bent te lui om naar de Lidl te gaan, wat ik dus echt niet begrijp. Zo'n sympathieke, gezellige winkel. In elke buurt. Ja, voilà. Ja, bestel dat dan gewoon samen onder de buren. Hè. En bestelt één box met veel grote porties. Hoe meer porties dat je bestelt, hoe lager dat de prijs wordt. Hè. Ah ja. Ja. Dus als je dan toch... Dat is toch een kwestie van een klein beetje afspreken. Dan moet je zo eenmaal per week een gezamenlijk verdeelfeest plannen voor alle... Jij 2 tomaten, jij nog 2? Ja, pas op. Ik denk dat dat al snel 20% scheelt, hoor. Zeg, woon jij niet vlak over je ouders? Ja. Gaat daar gewoon eten? Ja, wat denk je dat ik doe? Bastard. Zeg, Bert is ineens zo stil, hè? Ja, je hoort hem niet meer, hè. Ah, wel, Bert? Ja. Overtuigd? Gaat het opzeggen? Hij is van alles aan het uitrekenen, denk ik. Hij trekt bleek weg. Daar zo'n calculator voor. Het is zo precies die feta met een HelloFresh. Ik ben gewoon aan het twijfelen over de aflevering. Ik vond ze niet zo goed. Moeten we het nog wel doen, eigenlijk? Ja, maar jij bent met het concept afgekomen, hè? Is dat? Ja, maar als ik zo achteraf het nu beluister, ik weet het niet. Ik weet het niet. Hij krijgt kwaaie sms'en van zijn madame, ik zie het. Hoeveel betalen wij per week? Ja. Met zijn bespaartruc, hè. Dat kan wel tellen. Ja, ook deze week gaan we tellen. En we gaan tellen met een product dat we vroeg of laat allemaal wel eens nodig hebben. En dat is gewoon verf. Witte verf. Ja. Wanneer heb jij voor het laatst je muren geverfd, Christophe? 7 jaar geleden. Was dat toen je het huis zelf hebt getekend en dan gebouwd? Ja, en dan heb ik nog zelf geschilderd ook. Ja, ik ben gewoon... Kost een pak geld, hè, verf. Verf kost kei veel geld. Ik ben bij Gamma gaan kijken. Gamma.be. En daar heb ik gewoon de eerste, de beste muurverf. Gamma, eenmaal dekkend, muur en plafond, 10 liter wit, zo'n heel grote emmer. Je moet zogezegd maar 1 keer smeren, maar eigenlijk moet je 7 lagen doen om alle vegen eruit te krijgen, je kent dat wel. En die pot van 10 liter, die kost daar €77,99. Nu zou je denken... Ik heb geen flauw idee of dat goedkoop is of niet. Voilà, het is zo lang geleden dat ik nog verf gekocht heb. Dus €77,99 voor een pot van 10 liter. En je zou dan denken, waar is Ewout nog aan shoppen? Bij welke concurrent? Bij een zeer grote concurrent, gamma.nl. Dus in Nederlandse Gamma, dezelfde pot, €46,99. Nu zelfs even in promo voor €29,99. Laat zien. Maar dus, hier, kijk. Dus €31 verschil. Gewoon... Dezelfde pot verf. En dan nu nog in promo, €29,99. Ja, dus dat is nog hoeveel meer? Ja, €15 extra, €16. Dus als je heel veel verf nodig hebt, ga je gewoon even naar Gamma. Ik heb het zelf ook al gemerkt bij online verfwinkels. Het zijn heel vaak Nederlandse winkels die echt veel goedkopere verf verkopen dan Belgische. Dus doe zeker eens online research. Ja, clue van het verhaal. Pas op, hier komt hem. Hè. Verf nodig, Gamma naar Nederland. Dat is een mop met ook 1 laag, maar geen dubbele laag. Dus. Ik zal het nog eens proberen, want anders... Het dekt niet. Dat zal er wel over schilderen.
We zijn nog steeds Christophe en Ewout. En al jullie vragen of al jullie ultieme geldtips, ja, die zijn welkom op podcast@vrolijkevrekken.be. En vergeet ons zeker ook niet te volgen op Instagram en TikTok. @vrolijkevrekken. En volgende week gaan we het hebben over verzonken kosten, Christophe. Verzonken kosten? Ik noem niet gewoon Bert. Ik stop ermee. Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad met de steun van Lidl. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaart en de montage gebeurde door House of Media. De Vrolijke Vrekken zijn professionele onderzoekers. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Als u het recept vindt voor een betere podcast, mag u het ons altijd bezorgen. Koop bij Lidl.